hebben allebei auditie gedaan voor muziektheater klassiek. En we zijn allebei aangenomen voor de vakopleiding, de bachelor. En we kwamen bij elkaar in de klas. Dus we hebben elkaar bij de audities zo vaag ontmoet. En toen de eerste schooldag van de bachelor-opleiding hier vond de Hogeschool voor de Kunst hier in Tilburg. En toen is het eigenlijk zo geweest dat onze docent Wilma Bierens, onze zangdocent, die heeft ons gevraagd voor een optreden in haar sterrentheater in Veghel. En ze had ons eigenlijk gekoppeld omdat ze wist dat wij goede vriendinnen waren. En toen dachten wij van ja, superleuk dat we een concertje mogen geven, maar dat willen we dan wel anders doen. We kwamen er eigenlijk achter dat ja, we hadden eigenlijk net zelf die tienerjaren achter de rug. En dan komen we in die operawereld terecht, waar alles om grootse emoties gaat, om veel theatraliteit, is dat een woord? Het is zeer theatraal. En wij vonden dat eigenlijk wel heel goed passen bij die tienerjaren, waar je ook enorm grote emoties ervaart, veel hysterie ervaart. Daar hebben we een voorstelling rond gemaakt. Sanne in haar tienerjaren, Anouk in haar tienerjaren. En dat een beetje uitvergroot naar twee personages. Twee zussen, waarvan de een voor het eerst verliefd is en de ander er al in een eerste relatietje heeft opzitten. En dat dan verweven met allerlei bekende opera-aria's. Kom heraus, de schönheit van Sanne. En we wisten dat er in dat sterrentheater eigenlijk voornamelijk een volwassen publiek zou komen. Daar hebben wij ons niks van aangetrokken. Wij dachten, nou, we gaan gewoon als tieners op het podium staan. Moet gewoon kunnen. Maar het was toen inderdaad wel dat publiek dat zei van, goh, eigenlijk zou dat fantastisch zijn mochten jullie deze voorstelling op scholen gaan spelen. En inmiddels hebben we dat ook gedaan. En dan kom je inderdaad voor een heel bijzondere doelgroep terecht. 14, 15, 16-jarigen, helemaal niet gemakkelijk om daar opera te gaan zingen. Maar ik denk dat wij dat als primadonna's ook wel juist een heel leuke uitdaging vinden en er ook niet voor terugdeinzen om gewoon weerwoord te bieden. Moest u dat? Dat is weer een jagernacht. Dat is weer een jagernacht. Nou, wij zijn allebei twee sopranen. En normaal gesproken ga je eerder werken met een mezzo-sopraan en een sopraan. Of in ieder geval twee andere stemsoorten, want daar is eigenlijk ook veel meer voor geschreven. Dus dat is altijd wel een uitdaging. Maar wij wisselen heel vaak af, eerste stem, tweede stem. Zodat ze niet één iemand altijd de bovenstem zingt, dat we dat gewoon mooi afwisselen. En in de loop der jaren, sowieso de eerste keer dat we samen zongen, merkten we al dat onze stemmen gewoon mooi met elkaar kleuren. Het is natuurlijk gestart vanuit een vriendschap. En er wordt wel eens gezegd van, goh, gaan samenwerken met vrienden is niet altijd het meest eenvoudige. Wij liepen er op een gegeven moment ook wel tegen aan en we dachten van, oei, in onze WhatsApp, dat gaat echt alleen nog maar over primadonna's en er kan eigenlijk nooit meer iets gewoon persoonlijks tussen of zo. Nou, dan zijn we wel eens goed rond de tafel gaan zitten van, goh, ik wil jou ook echt als vriendin niet verliezen. Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder. Hebben we dat echt super goed onder controle. We hebben een aparte Sanne en Anouk app en een aparte primadonna's app. Dat was eigenlijk gewoon puur toeval en goede inschatting van onze zangdocent dat het inderdaad heel mooi matchte, de twee stemmen samen. En daar zijn we nog steeds heel blij mee. Just to say one thing, I was born to sing, so I am a diva, I know it. Being on stage is a wonderful thing. I just love it all and I show it. To sing on the stage, it's a one life for me. My figure just like the ripped singing. I know I'd win fame if I sang in Bohème. That opera by Signor Puccini. We zijn ook nog heel jong voor het werkveld al. En dat is ook een van de redenen waarom wij heel graag zelf voorstellingen wilden maken. Enerzijds omdat we gewoon ook heel erg geloven in opera toegankelijk maken voor een breed publiek. En het een beetje dat imago wat het soms kan hebben, wat saai, wat oudbollig, om dat ervan af te stoffen. Maar ook om voor gewoon zelf werk te creëren. Dus het is ook wel echt een onderneming, onze stichting inmiddels. En het is ook al bewust dus dat we die stichting hebben opgericht en dat we dus voorstellingen maken en dus ook echt actief
ja, werk creëren als het ware. Dus festivals afgaan, aanmeldingen plaatsen, oproepen plaatsen als ze mensen zoeken. Daar doen we ook auditie voor. We hebben ook verschillende producties ook gedaan. Toevallig ook samen, bijvoorbeeld bij Opera Spanga in Friesland. Maar we hebben ook los dingen van elkaar gedaan waar we zelf apart auditie voor doen. Alleen we zijn echt nog wel gewoon vrij jong. Dus vandaar dat het nu heel goed werkt om daarnaast gewoon het duo te hebben en daarnaast dan te werken aan je ja, eigen carrière nog. Wij zijn ook aangesloten bij het Makershuis hier in Tilburg. Dat is natuurlijk ook echt voor jonge makers gericht. Dus dat is natuurlijk heel fijn, omdat we nog heel jong zijn en net zijn afgestudeerd, dat we daar nog ja, op kunnen bouwen en steun kunnen ontvangen. I long to be a prima donna, donna, donna. I long to shine upon the stage. With my avoirdupois, my tra-la-la-la-la. I would be the chief sensation of the age. I long to hear them shouting, Viva to the diva. Oh, very lovely that must be. That's what I'm dying for. That's what I'm sighing for. Art is calling for. Ik denk niet dat ze beseffen dat gewoon jonge mensen, mensen die eigenlijk nog heel erg dicht bij hun leefwereld staan, dat die hier dagelijks mee bezig zijn. En dat er dan zo'n hoge en luide stem uit zo'n klein lijfje kan komen, zonder microfoon. Het is cool, het is stoer, het is vet. Eigenlijk wel heel leuke reacties. Want onze missie is vooral zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met opera. En een beetje die bestaande vooroordelen weg te nemen. En natuurlijk doen we dat met heel veel humor en we maken knotsgekke voorstellingen. Dat vinden we heel belangrijk. Hedendaagse thema's, dingen die herkenbaar zijn voor mensen. En dat verweven we dan met de mooie klassieke muziek. En dat schijnt goed te werken, want we krijgen heel veel leuke reacties op de voorstellingen. Wij vinden dat opera helemaal niet per se andere muziek is dan metal is, of pop is, of jazz is. Het is gewoon een genre, een prachtige muziek. En ik denk dat overal ter wereld mensen elkaar ook wel vinden in muziek. Dus waarom niet in opera? Binnen de echte klassieke operawereld heerst nog steeds wel de overtuiging dat je niet op je hoofd kunt gaan staan en ondertussen een aria zingen. Dat je niet zomaar arias kunt gaan vertalen of is een noot net wat minder technisch zingen om wel een bepaald gevoel te bereiken. En dat vinden wij heel jammer, omdat wij maken theatervoorstellingen. Wij willen ten allen tijde enorm trouw blijven aan die klassieke muziek. Wij zeggen altijd, we zijn een knotsgek duo, maar we zijn ook heel serieus. Wij hebben een enorme liefde en passie voor die klassieke muziek en die moet gewoon overeind blijven. Maar dat neemt niet weg dat daar af en toe wel eens iets geks mee mag gebeuren. En dat wij daar ook wel echt grenzen in opzoeken. En ja, misschien lukt dat af en toe niet, maar dat weet je ook pas door het uit te proberen. En dan proberen we toch een beetje mensen te laten proeven aan opera en dat het eigenlijk gewoon superleuk is. En wij hebben er een hele grote passie voor en die willen we gewoon ook heel graag uitdragen.